Het uitzicht, de weg, alles klopt gewoon. Kijk het uitzicht. Kijk de ruimte. Kijk de rust. Echt niet normaal. 5 afleveringen op een van de mooiste wegen van Nederland. Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. Het had geen betere morgen in Nederland kunnen zijn als je mij vraagt. Want wij gaan, dankzij de jongens van E-Mounting, een hele vette serie opnemen. En we beginnen vandaag, we beginnen hier. Wij zijn namelijk op de Zuiderdijk. Ik ga samen met E-Mounting. E-Mounting is een bedrijf die zich focussen op allemaal verschillende mounts die je kan monteren. De auto's, kan je GoPro's, alles kan je monteren super makkelijk in je auto. Een telefoon, een iPad, een laptop, mocht er nodig zijn voor je werk. Ze hebben alles, het is een soort van Lego, maar dan voor gevorderden, voor ouderen. En ik kan zo zorgeloos met mijn GoPro op de buitenkant van de auto deze geweldige weg voor jullie vastleggen. Let's go. Er zijn namelijk 3 vragen. Dat is 4. Er zijn 3 vragen die ik eindeloos veel voor jullie krijg. En één daarvan is: Sam, ik wil graag een mooie weg rijden in Nederland. Waar kan ik terecht? Dus ik heb samen met de jongens van E-Mounting besloten om een serie te gaan opnemen waarin wij op zoek gaan naar de 5 mooiste wegen van Nederland. En we beginnen hier, boven in Nederland. In de buurt van Hoorn ligt namelijk de Zuiderdijk. Een super mooie weg. Goed geasfalteerd, overzichtelijk. En als je hier overdag door de week komt, heb je alle ruimte en ben je niemand tot last. Weapon of choice vandaag, de Focus RS. En toen ik Lego noemde, dachten jullie waarschijnlijk van, wat bedoelt hij precies met Lego? Het is namelijk echt allemaal super makkelijk. Je kan het compleet naar je eigen hand zetten. Je kan namelijk alle onderdelen van deze dingen los bestellen. Zo bestel je een kogel, dan kan je GoPro bij wijze van spreken aanmonteren. Maar je hebt ook een kogel, dan kan je gewoon heel simpelweg je telefoon opzetten. Dan heb je een verlengstuk. En dat werkt als een soort van knijper. Maar daarnaast heb je dus ook een mount waar je gewoon 3 zuignappen hebt. Ik ben namelijk echt al verschillende GoPro's verloren in de Amstel. Besef me nu net ook dat je de Amstel in Mexico hebt. Dat is uiteraard niet de Amstel in Nederland. Daar zou ik nooit harder dan 50 km/u rijden. Maar je hebt ze in allerlei verschillende soorten en maten. Je kan ze compleet naar je eigen hand zetten. En dit is echt top spul, jongens. Dit is zo mooi. En ook als je hier gewoon heel erg rustig zou rijden. Maar je hebt hier gewoon een soort van kombocht. Een strandje. En het fijne is, je hebt echt heel veel mooie wegen in Nederland. Heel veel wegen waar niemand wat van af weet. Maar veel van die wegen komen met een slecht asfalt. Zijn vooral heel erg druk. En ook onoverzichtelijk. Hier staan wel gewoon auto's. Wat me stiekem een klein beetje verbaasd. Heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zou niet weten waar die hier neer zou zetten. Op de weg geparkeerd. Maar jongens, echt het uitzicht is fenomenaal. En echt jongens, dit is zo fijn. Want een andere weg die we ook nog gaan rijden in deze serie. Mocht je nog niet geabonneerd zijn. Je wil het niet missen. Je wil weten welke wegen we allemaal gaan rijden. Maar ik ben ook vooral heel erg benieuwd naar alle suggesties die jullie hebben. Deze weg heeft alles. Een scherpe bocht. Een recht stuk. Uitzicht. Goed asfalt. Overzichtelijk. Verzin het. Je hebt het. Dit is gewoon net nieuw geasfalteerd. Je hebt niemand die je tegenkomt met de auto. Heel soms een enkele fietser. Maar daar heb je gewoon geen last van. Het is ruimtelijk, het is overzichtelijk. Dus je schrikt niet als je ze tegenkomt. Zij schrikken niet van je. En als je dit doet met een Up, als je dit doet met een Focus, als je dit doet met een Lambo, het kan altijd leuk. Een weg die wij een tijdje geleden reden was de Zeedijk. Niet, dit is de Zuiderdijk, we hebben ook een keertje de Zeedijk gereden. Dat was met een Maserati Levante Trofeo. Dat was een weg, die heb ik later nog een keertje gereden met een maatje in zijn M4. Die werd niet gelukkig. Heel veel hobbels, kuilen ook. Hier kan je gewoon met ieder
auto uit de voeten. Want alleen voor het uitzicht kan je al genieten. Kijk dit, jullie kunnen het hier zien denk ik. Dit is gewoon echt mooi. Je hebt een goed beeld van hoe die bocht loopt. Dus je kan ook gewoon, op het moment dat het wat rustiger is, wat sportiever die bocht nemen. Hier zo. En dan een mooie doordraaier. Uitkomen links. Zonder dat je iemand op los bent. Eén versnelling terug. Hier hebben we zelfs een soort S. Je zou bijna zeggen dat het de stratencircuit is. Maar die is het nog niet. Stratencircuit namelijk hebben we wel in Nederland. En die gaan we ook nog een keertje filmen. Dit is een weg. Je zou bijna denken dat de Focus RS hier is gemaakt. Het gaat lang door. Je hebt meer dan voldoende vermogen. Want je hebt ook niet meer vermogen nodig dan dit. Het is hard genoeg voor Nederland. 4,5 seconden naar de 100. En dat is gewoon precies leuk voor op een dijkweg, jongens. GoPro verlies op het dak die ik al 8 keer ben verloren in de Amstel. Echt, er ligt een godsvermogen. Mocht iemand ooit een paar roze GoPro's vinden met een roze casing. Ja, dat zei ik inderdaad, een roze casing. Het zou super chill zijn als jullie die mij terug zouden geven. Want er staan nog wat beelden op die ik nodig heb voor een paar video's die eraan komen. Tegen die tijd gaan we hier van genieten. Zo'n bocht, een bochtencombinatie, links en doordraaien, hier uitkomen, remmen, een scherpere bocht naar rechts. Wow. Even serieus, kijk dit uitzicht alleen al. Ik rijd 42, 44 km per uur en ik ben een van de gelukkigste mensen op aarde. Het is het uitzicht, de weg. Alles klopt gewoon. Het is echt niet te bevatten dat dit plaatje, dat deze weg, in Nederland ligt. Ik word hier echt heel erg vrolijk van, jongens. Kijk het uitzicht. Kijk de ruimte. Kijk de rust. Dit is echt niet normaal. Ik heb hem opgeslagen in mijn favorieten, jongens. Dit is een weg. Je kan je auto gewoon zo neerzetten. Er is niemand die je lastig valt. Het is momenteel. Ik heb mijn neppe Rolex. Zag ik ergens op Instagram voorbij komen. Het is helemaal geen Rolex, jongens. Even serieus. Maak je niet zo druk. Het is 11:30. En zoals ik aan het begin van de video zei, ik ben onwijs benieuwd naar welke wegen er op jullie lijst staan. Wat is nou een weg waarvan je denkt van,
Die moet je een keertje bereiden, Sam. Die moet je meenemen in deze serie. Ik ga er samen met E-Mounting 5 afleveringen opnemen van de mooiste wegen van Nederland. En vandaag hadden we dus de Zuiderdijk op het programma. Helemaal boven in Nederland. Het is een supermooie, maar ook vooral lange weg. Je hoeft niet te keren. Je kan hem gewoon van A tot B helemaal uitrijden. Je kan hier al halverwege kan je er vanaf als je denkt van ik vind het mooi geweest. Ik kan het me niet voorstellen. Maar ook dat kan, jongens. Maar kijk tot waar het helemaal doorloopt. Allemaal haarspelden, kronkeltjes. Bizar. Ik zou zeggen, vergeet hun niet te volgen. Neem ook een kijkje op hun website. Heb je nou een telefoonhouder nodig voor in de auto? Wil je je laptop bevestigen? Wil je een GoPro bevestigen op de buitenkant van als je op een circuit gaat? Ze hebben eindeloos veel mogelijkheden. Alles vind je in de beschrijving. Ik wil hun nogmaals bedanken. Ik wil jullie bedanken. En ik zou zeggen, laat in de reacties weten welke weg er in de volgende aflevering moet. En welke auto we daarvoor moeten meenemen. Nogmaals, vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En zie ik jullie heel erg snel. Wasselen!